RTV Totaal voor Maas en Waal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio. Ja, ik heb altijd wat. Mijn hele tuin legt plat. Mijn gras is naar zijn moer. Ik ben in rep en roer. En oh, wat maken ze toch een lawaai. Mijn hele tuin is een grote koeienvlaai. Donderdag 9 november stond voor veel Drutenaren al maanden rood omcirkeld in de agenda. Het was deze dag namelijk tijd voor de Leste Mert. Van oorsprong de laatste veemarkt van het jaar, maar nu vooral uitgegroeid tot een grote markt waar zowel koeien, paarden als waren verkocht worden. De meeste inwoners hebben vrij en kinderen hoeven niet naar school. De dag wordt traditioneel afgesloten met een dampende kop erwtensoep. Ik zag hier van daarnet de koeien poetsen. Waar is dat voor? Eerst om schoon te maken en de tweede de haren waar het iets breder willen zien, laten zien. Of het is jongen, iets mooier aanzicht. Maar je kunt ze niet groter maken en ze zijn er niet breder. Maar het is gewoon de show en de alle eromheen. Wat is uw functie hier? Mijn functie hier is keurmeester van de Leste Mert. Ik keur al een aantal jaren. En ik mag beoordelen wie de beste runderen heeft. Ik let op de leeftijd en de bevleestheid van de dieren. Dat ze mooi bevleest zijn. Ik ben zelf in het dagelijks leven slager. Dus ik let op mooi vleesdier. En hoe is het met de dieren gesteld hier? Erg goed. Ik vind dat er heel veel aandacht aan besteed is. Ze hebben er erg veel werk mee gehad, de boeren. Ze zijn keurig geschoren allemaal. Heel mooi opgeknapt. Dus je onderschat hoeveel tijd dat er nog in gaat zitten om die dieren een beetje tentoonstelling waardig te brengen naar zo'n Leste Mert toe. Deze markt die bestaat aantoonbaar. Is dit de 199e editie. En aantoonbaar, dat bedoel ik mee dat wij een akte hebben gevonden waarin koning Willem I aan Druten markrecht heeft verleend voor de Leste Mert op de eerste donderdag naar 2 november. Maar hij is waarschijnlijk veel en veel ouder. En de naam zegt het al, Leste Mert. Dat betekent dat in het verleden meer markten zijn geweest waarvan deze de Leste, in Maaswaalse dialect, de Leste dus de laatste markt was. Ja, het is de 199ste Leste Mert vandaag. Hè. Dat geeft al aan hoe belangrijk dit evenement voor Druten is. Maar niet alleen voor Druten, voor heel het land van Maas en Waal. Want vandaag komen ze van heinde en verre weer naar Druten toe. En dat gaan we de komende 50 jaar nog wel beleven hier. De burgemeester twijfelt nog over zijn aankoop. Nee, ik heb zelf al een pony en die heb ik netjes ergens gestald. Dus ik ben vandaag niet op zoek naar beesten in ieder geval, maar het kan best zijn dat ik toch nog een paar sokken ga kopen aan het einde van de straat. S'avonds niks vermoedend voor de buis. Voor de buis. Vrije avond niks te doen, dus lekker thuis. Lekker thuis. Niemand kon me rust verknoeien toen ik plotseling hoorde loeien. Staan er 35 koeien rond mijn huis. En zo kudde hou je. Voor de dieren vind ik wel een beetje zielig. Want ze hebben van die paardjes bij die keiharde muziek.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Maar het hoort hier wel bij de markt, hè. Hier in de garden staan 35 koeien. Oh, die krijgen loeien. En we gaan vergnoeien. Heel met duidelijk volledig in puin. Een en voordeel. En hoe hoeft de nooit geen mens meer op te gooien. Dat zal je maar gebeuren, waar of niet. Plotseling in je tuin zo'n kudde zien. Waar eerst nog maagdeliefjes bloeien. Staan nu 35 koeien, zeg maar dag tegen je krokus en Margriet. Ik hou van dieren, dat is algemeen bekend. Maar dan vergeet je heus op slag op dat moment. Zet alles opgevreten, de boel ondergescheten. Maar die boer zijn achterlaat, ja gewend. 35 koeien. RTV Totaal voor Maas en Waal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio.